ook foto's. Jullie hebben ook foto's. Kan je grote schrijven? Ja. Ja. 73. Je hebt maar 1 meter dan mij. Dit is de definitie van belachelijk. Boys, welkom. We gaan straks een hele leuke quiz doen. Een aantal vragen, onder andere ook over jouw kaartje. Kijken wie het meeste van elkaar weet en degene met de meeste punten wint. We gaan beginnen met jouw kaartje, Nathan. We zien hem hier staan. Wat is, denk je, jouw rating voor aankomend jaar? Weet je nog wat je vorig jaar had? Huh? 78, 79 volgens mij. Had ik evenveel was ik bij Club Brugge. Ben jij de Champions League zo? Zeg ja, 83 dus? Ja, 83. Ja. Oké. Okay. Wat denken jullie, boys? 84. 84? Ja. Ja. Hij is goed, hè? Komt ie. Spanning. Ja, ik zag het. Jezus, alleen plus. Hey. Je hebt net de CL gewonnen, hè? Alleen plus 2. Wat vind je ervan? Jezus. Ik vind het niet kunnen. Nee? Nee, ik wil gelijk stoppen, man. Ja. Beloof wat, hè? De toon is gezet, zo. Als hij maar nu 81, dan ben ik 72. Dan zijn jullie bang, of niet? Dan ben ik 72, man. Noah heeft al een bronzen kaart, zo. Helaas, boys, geen punten voor jullie bij. Spanning stijgt. Ja, zeg het maar. Ik denk 81 ook, man. 81? Oké. Okay. Wat denken jullie, boys? Wat denk je? Eentje lager. 80? Ja. 81. Ja. Ik heb het goed, toch? 1-0. Ik heb het gezegd. Huh? Nee, ja. 81, ja. Ja, jij zei 81. Ja, ik zei 81. Hij heeft het gezegd. Ik zei 81. Ja, jongen, je bent wel geüpgraded. Oeh. Ja. Vorig jaar, zilver. Had je zilver? Zilver? Ja. 74 heet het, volgens mij. Wel een van de betere zilveren kaarten. Maar nu een mooie gouden. Wat denk je zelf? 79, 80 of zoiets. 79. 79? Wat denken jullie, boy? Ik denk ook 79, man. Ja? 80. Ah, het is wel leuk als je een ander antwoord geeft. Oké, 80. Ja. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Ik wist het niet. Ja, maar door jou gaan we naar 80. Is toch ook raar? Nee, maar het was onze beurt sowieso. Ja, maar wij zeggen 79, hij zegt nee, iets anders. Ik wil de spanning een beetje gelijk houden. 1-1 in ieder geval. We gaan naar de laatste. Oef. Ben je een lelijke foto? Dit te noemen door de aangepast. Maar wat vind je? Ziet van er goed uit, hoor. Ben sneller dan jou. Ja, maar dat klopt al niet. Zie je? Hey. Dat klopt ik ben al fysiek niet. Sterk. De rating. Wat, 78, want daar ben ik al 3 jaar. 78. Je moet het gelijk voelen. Ik wil altijd 78. 78, ben je mee eens? 78. Wat was je vorig jaar? 78. Ik heb niet eens inbreng. Ik denk 79. Ja. Ik denk zelf ook 79, maar... Ja. Nee. Nee, ja, nee, maar dan hij, ja. Wat ik vind, ja? Minimaal 87. Ja, weet ik. Hij kan alsnog, hè? Ik denk kan 78. Ja, ja. Nee. 78. Bro, ben ik gewoon al 2-3 jaar, hè? Dat is toch een belachelijk. Ja, je staat ook stil in je ontwikkeling. Ja, goed geraden. 2-1 voor jullie. We gaan zo naar andere vragen. Noah Lang, een van jouw specialismen is dribbelen. Wat is denk je zijn rating voor aankomend jaar? Even voor de goede orde. Jullie mogen straks zeggen lager of hoger. Oké, 83. Ja. 83? Ja. Oké. Okay. Ik denk hoger, man. Ja? Ja? Ik denk 84. Ja, ik denk 84 ook wel iets, man. Hij vertelde me net dat hij zelden de bal verliest, dus. Hoger, hè? Ja, ik denk het wel, man. Als ik toch een 7 zie, dan loop ik gelijk weg, hè? Hey! Precies. Hey, jullie zijn goed, hoor. Hey, we hebben 2-2. Ik ken mezelf. Hey. 3-1, hè? 3-1. Goed geraden. Oké. Een van zijn specialiteiten is natuurlijk verdedigen. Wat is zijn rating? 87. Ja, 87. Ja, wat denk je zelf? Kijk. Ik denk 86. Je zet jezelf laag in? Ja, top. Ja. 82? Is dit disrespect? Dit is disrespect. Ik vind dit vind gewoon raar. Ik ook, man. Ja? Ze waarderen Noto niet, man. Nee, eerlijk, ja, eerlijk is eerlijk. Dan, dit is dan wat van jou is dan zo hoog dat je... Zo'n ja, 81. Ja, dat is gewoon gemiddeld. Uiteindelijk wel goed, dus weer een puntje voor jullie. Ben ik het wel niet mee eens, denk ik. Voor jullie, we zien hier de kaart van Denzel. Physicality. Hij is een krachtpatser. Wat is zijn rating voor fysiek? 87. 87. Dat vind ik hem mooi. Ja? Wat denken jullie? Hoger. Ik zeg de 88.
Ja? Hoger. Hoger? We gaan niet zeggen lager. Het wordt beloond. Ja, ja. Hey, Vigiano! Hey! Physical! Hey, je gaat spelen. Had je niet verwacht, toch? Hey? Ik ga gelijk spelen. 89, dat is wel netjes. Ik had niet verwacht, nee. Zo, 89 is hoog. Maar dan zijn er ook een paar laagschieters dus. Ja, die zijn er een paar heel laag. Oké, de laatste van deze vragen. We zien hier Simons. Een van jouw specialiteiten is onder andere pace. Wat is denk je zijn rating voor snelheid voor dit jaar? Zo, ik denk hij is heel snel. Ik denk 90. 90 is echt hoog, hè, bro. Ik vind je niet zo snel eigenlijk, hè. Nee, maar eigenlijk mensen snelle. Echt versnellen. Want pace, je hebt versnelling en je hebt sprintsnelheid. No, maar geen mannen echt versnellen. Ik heb pace veel gevolgd, bro. 88. 89. Geef ze één keer. 89. Zal je zien dat de plank helemaal mis. 89, dat is wel... Wat denk je zelf? Ik denk hij gaat niet naar de 90. Wat is lager. Dit? Lager? Ja. Hij weet zijn kaart. 87. Ik zei het toch? Wie zei 87? Iemand zei 87. Hij zei 89 en zei oké, laten we 88 doen in het midden. Klopt. Jij zei 87, die was wel heel goed. Maar ik heb eigenlijk ook geen PlayStation. Tussenstandje boys, 4-3 voor jullie. Maar we hebben nog genoeg vragen, dus het kan nog alle kanten. We hebben het nog niet over schieten gehad. Misschien wel het belangrijkste natuurlijk in voetbal. Ik wil graag van jullie de kennis over jullie zelf en over je tegenstanders weten. Zet de kaarten van laag naar hoog met de shootstats. Dus wie van jullie kan het slechtst schieten en wie van jullie kan het best? Degene die het best kan schieten schrijf je bovenaan. Degene die het laagst kan schieten onderaan. Mag ik jullie antwoorden zien? Ik moet... Zo, kan je grote schrijven? Kijk even. Ik laatste. Dump 1 en laatste. Ja, hetzelfde. Ik moet wel erbij zeggen. Ja? Mijn mening is dumpie laatste, man. Ja? Nee, nee, zeker. Maar ik kom toch meer in die, ik kom meer in die situaties. Ik mis wel meer, maar... Oké, we gaan het erbij pakken, ja? Degene die het laatste shooting heeft. 53. Fijn jullie iets hoger. Gevolgd, hoor. Ja, die zullen jullie wel weten. Ja, dat is niet moeilijk. Ik vind wel echt dat dit 32 moet zijn. 63. Ik heb vorig jaar echt veel gemist, hè. Bizar, echt bizar. Maar dan... Jullie denken dus nu... Nou kijk, gezien het vorige seizoen... Hij heeft meer gescoord. Hij heeft meer gescoord. Hij is topscorer geworden. Nou, dan moet je goed kunnen schieten. Hoeveel denk je? Ik denk... Ik denk 75, man. Volgens mij mijn schot is nooit zo hoog. 73. Ja, mijn schot is nooit zo hoog. Blijft er nog één kaart over? 81. Wat denk je zelf? Schiet. Ja, ik denk ook rond 81. Ik denk 80. Ook 81. 84. 73? Maar wacht, gedeeltelijke eerste plaats dan. Ja. 73? Yes. Ik vind 73 wel echt heel matig, man. Ja? Woe, joh. Hey, dit doet een pijn, hè? Dit doet een pijn. Bro, 73 is wel echt belachelijk. 73. Oké, boys, we gaan hetzelfde doen. Alleen dan nu niet met schieten, maar met pasen. Wie van jullie kan het slechtste pasen? We schrijven weer onderaan bij 4. En de beste op 1. Maar ik lijk niet meer zoveel balverlies, toch? Ik denk hetzelfde, man. Mm-hmm. Maar nu ben ik benieuwd. Hé, hey, kijk, hè. We laten het gewoon zien. Ik weet het ook niet, hoor. We gaan het gewoon zien. Ik heb naar Denzel geluisterd deze keer. Dus jij denkt dat AK het beste kan pasen? Ik denk het niet, maar hij denkt het wel. Het zou wel moeten. Het staat 8-7, je krijgt per goed antwoord een punt. Dus... Oh, we veranderen de regels nu. Ja, natuurlijk. Nee. 8-7 voor ons? Voor ons. 8-7 voor jullie. Ja, per ding. De eerste hebben we goed. Ja, die eerste zijn sowieso goed. 43. Ik ben echt vooruit. 43? Dat is niet wappa. 62. Oh. Oh. Ik pas goed, hè. Dat is best hoog, hoor. Ik pas goed, hè. Het is ruim voldoende 7. Nee. Door jou verliezen. Maar jullie hebben ook fout. Jullie hebben ook fout, hoor. Nee, maar hij zegt dat ik het beste pasen. Hij wordt boven. Hoeveel denk je? Ik vind het belachelijk. Ze kijken, niet naar Tim Bessie. Ik ben best te passen. Dit is belachelijk, hè? Je hebt maar 1 meter dan mij. Bro, dit is echt belachelijk. Dit is definitie van belachelijk. Belachelijk. Goed. Is maar 1 meter dan mij. 71 passing. Ja, nee, ja, pa. Belachelijk. Dan moet je. Ja. Belachelijk. Nee, maar dat klopt. Nee? Nee. Echt belachelijk. Nathan is toch een betere paser? Echt belachelijk. 72, man. Belachelijk.
Dan ben je misschien 73. Hij speelt bij City. Ja. Ze hebben constant de bal. Ja. Hoe kan je niet kunnen passen? We hebben twee goed, hè? Belachelijk. Ja. Die laatste kunnen we erbij pakken. Er staat nu 9-9. 76. Tevreden mee? Ik ga weer op. 76. Maar redelijk. We gaan door naar de laatste vraag. Het is spannend. Het staat 9-9. Nu ben ik wel benieuwd naar jullie echte kennis op het gebied van e-sports. I-Oranje had afgelopen zomer, ja, kan ik wel zeggen, een historisch WK. Op welke plek eindigde het team? Historisch WK, ik weet het. Zet maar. Jullie mogen het antwoord opschrijven. Vier. Vier? Tweede. Nee, dan is het niet historisch. Tweede. Ja, dan zijn we tweede. Ja. Tweede. Ja, tweede. Ik heb het goed, ik heb het gezegd. Je keek? Je live keek? Nee. Gefeliciteerd. Ja, man. Gefeliciteerd elkaar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dankjewel, dankjewel. Ik waardeer het. Ik denk dat naast dan niet zo blij is met elkaar. Dankjewel. Hij speelt stiekem wel PlayStation. Hij speelt vaak. Voor geen PlayStation. Die shot is dramatisch, man. Ik heb 4 beter, hè? Jezus, 73. Hoe aan werken dit jaar, man?